En hier staan we dan voor de volgende parel, dat is Molen de Pechstukken. Tot 1900 waren er wel 10.000 molens in Nederland. En nu zijn er nog een krap 1.000. Ook hier in Schijndel zijn veel molens geweest. Zo is er de molen de Zwaluw geweest in het Weibos. En de Koeveringse molen, dat is wel de allerbekendste molen. De molen die is afgebrand, of die is helemaal verwoest en verbrand in het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die stond precies op het punt waar Schijndel en Veghel en Sint-Oederode bij elkaar komen. En dat was natuurlijk heel slim, want de overheid bepaalde waar er gemaald werd. En het was dus altijd in het dorp, dus die stond precies op het midden. En dat heette een dwangmolen of een banmolen. Dan is er nog in Schijndel is er geweest de molen Het Hecht. Die is, daar is de bliksem ingeslagen in 1935. Er is een molen geweest, De Hoop. Die is in 1933 is die opgeruimd. Dan is er op het Moleneind een molen geweest. En die is in 1811 verplaatst naar de Hoofdstraat. En in 1837 is daar een stenen molen gebouwd. En dat is dus de Catharinemolen die er nog steeds is. Dan is er nog in de molen, hier in de Molenstraat, was die molen heette Sint Antonius Abt met het varken. Dat varken, dat hoort erbij omdat je anders niet weet of het Antonius van Padua was of Antonius met het varken. En dan hebben we hier de molen De Pechstukken. En heel in Meijerijstad is er verder alleen nog een molen in Eerde. En er staat een molen in Keldonk, maar die is afgebroken in 1972 en tussen 2011 en 2017 weer opgebouwd door vrijwilligers. Toen hij gebouwd werd in 1845 had hij eigenlijk geen naam, maar hij heet gewoon naar het gebied hier. Deze grond die hier uitgegeven werd, die werd allemaal in driehoeken was dat verdeeld. En een pech is natuurlijk een driehoek. Hij staat wel heel erg dicht bij de Sint-Tonius Abt in de Molenstraat. Dat was ook een beltmolen. En dat het een beltmolen is, dat is waarschijnlijk omdat hier hoge bomen stonden, of bebouwing is geweest. En hij staat dan wat hoger, want dan kan hij de wind beter vangen. Een grondzeiler, die staat gewoon op de grond en die wieken die gaan bijna tot over de grond. Vaak is er ook een doorgang, hè? Een doorgang. Vroeger kon daar ook paard en wagen, konden daar vaak door. Hij staat iets hoger, want hij moet natuurlijk de wind vangen. En de molenaar die moet het molenkruis kunnen bedienen. En dus je kunt natuurlijk niet de wieken onbeperkt verlengen. Dat kan niet. Dus de molen moet op een belt. Er wordt er een berg omheen gemaakt. In de Tweede Wereldoorlog is ook deze molen ernstig beschadigd. En hij is in 1946 weer hersteld. In 1948 dan dient de molenaar een klacht in, omdat er bebouwing komt hier om de molen. En de molen heeft windrecht, dat heet de molenbiotoop. Maar de klacht wordt afgewezen, want de gemeente zegt dat ze al te ver met de plannen gevorderd zijn. Vroeger stond een molen vaak aan de rand van een dorp. En de molenaar was eigenlijk best een belangrijke figuur. En hij had ook macht. Hij stond dus aan de rand van het dorp. Maar hij woonde bijvoorbeeld niet in zo'n molen, want dat is veel te stoffig om in een korenmolen te wonen. Zo'n molenaar die had het scheprecht. Hij werd betaald in natura. En hij had gewoon het recht om daar een paar scheppen uit te halen. En dat gebeurde wel eens niet helemaal zoals het moest natuurlijk. En hij had vaak ook een nevenbaantje. Dus dan was hij kastelein of hij was een bakker daarnaast. Want er kan natuurlijk niet het hele jaar is er geen oogst om te malen. In 1976 wordt de molen overgenomen door de gemeente Schijndel. En hij heeft toch nog commercieel gedraaid tot ongeveer 1988. De molenaar die blijft dan op deze molen draaien. En dat is wel prettig, want een molen leidt tenslotte meer van
van 10 jaar stilstaan, dan van 1 jaar draaien. Een molenaar moet heel veel van het weer weten. Molenaars waren heel belangrijk voor de voedselvoorziening van een dorp. Maar ze moeten heel veel van het weer weten, want je moet precies weten hoeveel zeil je voor de wieken legt, hoe je de wieken op de wind zet. Want van binnen in een molen is heel veel van hout en door de wrijving kan er snel vuur ontstaan. Er zijn heel veel molens in de loop der eeuwen afgebrand door te veel wrijving, zeg maar. En dan had zo'n molenaar gewoon de hele tijd geen inkomsten. Een molen kan ook draaien zonder meel te malen. Dat deden ze bijvoorbeeld als een stad belegerd was. En dan leek het voor de vijand of er nog genoeg voedsel binnen was. En dan draaide zo'n molen gewoon door. In polders staan ook molens, maar die malen dan de polder leeg. En nog steeds zijn er heel veel molenaars in Nederland nodig voor calamiteiten. Mocht er ooit iets gebeuren, dan kunnen toch molenaars de polders nog leeg malen. Het beroep van het ambacht van molenaar staat dan ook op de nationale inventarislijst van immaterieel erfgoed. En nog steeds worden door de Hollandse molen en door de Gilde van Vrijwillig Molenaars worden molenaars opgeleid. We staan nu niet bovenop de belt van de molen. En op de belt is het kruiwerk. De staart van de molen komt tot aan de belt, want anders kan de molenaar het kruiwerk niet bedienen. En de kruiketting die wordt vastgelegd aan de kruipalen. Deze molen draait alleen de kap. Er zijn ook molens die helemaal draaien. Bijvoorbeeld een standaardmolen die kan helemaal draaien. Op de maalzolder wordt het meel, wordt tussen de stenen het koren gemalen tot meel. En dat gaat met het luiwerk, dat zijn die touwen die hier hangen, gaat dat naar beneden. De zakken meel gaan zo naar beneden. Voor de goede kwaliteit van meel moeten ook de stenen goed geslepen zijn. En de molenaar moet dus ook de stenen kunnen slijpen, dat heet het billen en dat deed hij met een bilhamer. Deze ronde steen korenmolen is een rijksmonument. Het heeft 4 ruitse vensters en de houten kap is bedekt met dakleer. De vlucht van de wieken is 27 meter en het as van het wiekenkruis zit op 17 meter. En de belt die is bijna 3 meter hoog. Deze molen is elke zaterdag te bezoeken. En er wordt ook meel verkocht wat hier gemalen is. Molens zijn heel, heel bepalend in het landschap en daarom zie je vooral op oude schilderijen komen vaak molens voor. Molens zijn grote gebouwen en daarom werden ze al heel gauw gebruikt als optisch sein. De stand van de wieken bepaalde dan de boodschap. Dus dat kon zijn de molen die draait korte tijd niet of hij draait lange tijd niet. Kon ook zijn de vreugdestand of rouwstand. En het kon ook zijn kom gauw naar de molen of kom snel naar de molen. Of het kon ook zijn een bruiloft. In 2020 worden de wieken helemaal gerenoveerd. En dan bestaat de molen 175 jaar. Het is de bedoeling om in september dan 2020 om daar iets feestelijks van te maken. Maar helaas door corona blijft het beperkt. Maar de buurt heeft er toch nog een hele leuke dag van gemaakt. Dit was de parel Molen de Pechstukken. En de volgende keer laten we de parel zien, het Jan Heesterhuis. MUZIEK